Uiteindelijk is dat, zijn we uitgekomen bij Paul Brandenburg. Dat is iemand die al binnen de club actief is. Trainer nu van de onder 15. En daarvan, daarbij hebben wij een heel goed gevoel en een goede man binnengehaald. Ja, een echte Alkmaarder, al sinds jaar en dag eigenlijk ook jeugdtrainer. Is dat ook een beetje jullie beleid, dat je door kunt groeien binnen de organisatie? Ja, uiteindelijk kijk je natuurlijk altijd binnen je organisatie of daar mensen zitten die positie kunnen innemen. Dus ja, dat hebben we in dit geval ook gedaan. En inderdaad, wij vinden dat Paul absoluut de kwaliteiten heeft om deze functie zeg maar te gaan invullen. En ja, als je kijkt naar de historie van Paul, is al een jongen die een hele lange tijd ook actief is in het trainersvak. Eigenlijk een beetje dezelfde weg bewandeld als Alois Wijnker, bij AFC 34 begonnen. Daar bijna alle jeugdteams getraind. Een coördinerende rol gespeeld daar, als het gaat om het aansturen van trainers. Daarna de stap naar AZ gemaakt, die Alois ook heeft gemaakt destijds. En na een aantal jaren zeg maar jeugdtrainer te zijn geweest, ja, is het nu tijd voor de volgende stap. Ja, wat zijn zijn specifieke kwaliteiten? Nou, Paul is iemand die... die denk ik goed de grote lijn in de gaten kan houden, die goed kan analyseren, die mensen kan opleiden. Ja, en dat is alles bij elkaar, is dat belangrijk. Hij heeft een heel goed kijk op het spelletje, hè, zoals we dan altijd zeggen. En daarin kan hij ook trainers en coaches aansturen.